De KNHS organiseert ieder jaar de Hippiade. Dit zijn de outdoorkampioenschappen in springen, dressuur, mennen, voltige en aangespannen sport. Drie weekenden lang komen de beste hippische combinaties uit Nederland naar Ermelo. En, ben je klaar voor? Ja, een beetje. Zenuwachtig? Ja, wel een beetje, maar valt ook zo wel weer mee. Hoe is het voor jou om hier te rijden op de Hippiade? Ja, heel leuk. Het is gewoon een heel mooi evenement en nou ja, je rijdt gewoon tegen de top van Nederland. Dus dat is wel heel mooi. Deze jonge talenten hebben tijdens selectiewedstrijden verspreid over het hele land gestreden voor een startplek. Ben je trots dat je hier vandaag mag rijden? Ja, zeker. Ik heb de regio reed ik niet heel goed, maar ik ben toch hier gekomen en nou ja, dan is het wel heel mooi hier te rijden. Eerst was ik kringkampioen en daarna derde op de Brabantse kampioenschappen. Er konden weer vele kampioenen gehuldigd worden in verschillende klassen en categorieën. Allemaal aanstormende talenten. De Hippiade is wel, zeg maar, daar werk je wel naartoe. Dus het betekent wel veel. Het is gewoon, je werkt er een half jaar ongeveer naartoe en dan moet je pieken op het juiste moment. Het is sterke concurrentie en is het altijd leuk om daar proberen te boven te staan. En als je dan super loopt, is het heel leuk. Dressuur is niet altijd individueel. Bij afdelingsdressuur gaat het namelijk om rijden in vier of zes stallen. Een leuke vorm van teamsport dus. Hebben jullie een leuke dag als team? Ja, we hebben het altijd goed met elkaar. We zijn sowieso ook al kennen elkaar buiten het team. Dus we zijn eigenlijk soort vriendinnen wel. Waar letten jullie nou op als team? Heel veel op afstanden en natuurlijk heel veel op elkaar letten moet je. Dus daar letten we heel veel op. En natuurlijk individueel moet je ook goed de pony voor elkaar hebben.